Derde statie. Jezus valt voor de eerste keer. Rechts op de achtergrond is de opwekking van Lazarus afgebeeld. Links op de achtergrond is te zien hoe Jezus het dochtertje van Jairus opwekt. In de vlammen achter het kruis ontwaart men een gezicht, daarbij nog een schim. Het meisje ligt op de knieën, de jongetjes helpen Jezus met het kruis. Links op de voorgrond zijn rode en witte tulpen. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn moeder. Het kleinste jongetje gebaart dat hij opgetild wil worden. Het meisje heeft een biddende houding. Hier wordt waarschijnlijk uitgebeeld dat Maria de moeder van alle gelovigen is. Achter Maria is Johannes te zien.